We staan helemaal vandaag in de sneeuw met Glimina Chakor. Je spreekt er goed uit, Chakor? Ja, Glimina Chakor. Prima hoor. Glimina Chakor. Ja. En de eerste vraag is natuurlijk voor de hand liggend. Loop ik hier naast de nieuwe wethouder? Ja. Of de nieuwe wethouder of? Ja, want je bent fractievoorzitter van GroenLinks. Je hebt het geweldig gedaan. Jullie hebben 11 zetels gehaald. Je hebt bijna 10.000 stemmen zelf. Dan denk ik op mijn beurt van, nou, ik weet niet hoeveel wethouders GroenLinks in het nieuwe college gaat leveren. Ik schat 3. Nou, we zijn ermee bezig. Die is wel gevallen. Ja, ja. Is dat ongeveer, zit ik ongeveer in de richting? Ja, is dat goed in de richting? Nou ja, dat lijkt het mij voor de hand liggen dat jij naast raadslid, schuine streep, fractievoorzitter van de grootste partij van Groningen, ook zelf een wethouderszetel krijgt. Een wethouderskandidaat, zo. jullie zitten middenin, toch? Klopt, we zitten er nog middenin, inderdaad, Piet. We zijn hard bezig, inderdaad. Ja. Met de onderhandelingen. En ik moet je eerlijk zeggen dat op dat moment gaat alle energie daar naartoe. Ja. En de poppetjes komen later. Ja. Binnenkort. Ja, wanneer? Hoe lang duurt dat nog? Nou, we hebben volgens mij gezegd nog een paar weken. Ja. 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 Nee, maar het is voor de hand leggen dat hoeveel wethouders zitten er normaliter? 6, hè? Toch? De afgelopen jaren hadden we 5. Ja, 5. Ja. Dus ik ga ervan uit dat jullie gezien het aantal zetels toch minimaal 3, misschien zelfs wel 4 wethouders gaan leveren. Nou, dat is... Is dat veel? 4? 3? Maar ja, 3 is wel gevallen. Inderdaad, volgens mij heeft de formateur er ook wel toen, de informateur toen wat over gezegd. Ja. Hè? Over aantallen. Maar we moeten ook nog met elkaar over hebben. Die fase van wethouders en aantallen hebben we nog niet aangeraakt. We hebben daar nog niet over gesproken. Nee. Met elkaar. Nee, dat moeten we nog gewoon gaan doen. Het grote succes van GroenLinks, die 11 zetels. Hè? Jullie zaten voor die tijd, zeiden jullie van 9 zou al geweldig zijn en dan krijgen jullie 11. Ja. Dan moet ik natuurlijk ook de vraag stellen van, hoe kan dit? Ja. Wat is het geheim? Ja. Ben jij dat? Nou, ik weet niet of dat het geheim is, maar we hebben, ik heb toen ook al gezegd, er werd mij gevraagd, is het nou het Jesse Klaver effect? Ja. Wat is het nou? Ja. Toen gezegd, ik weet niet wat voor effect dit is. En natuurlijk speelt het landelijke sentiment mee. Hè. Dan kan je hoog of laag springen, dat is gewoon zo. Dat heeft gewoon zijn impact en zijn effect. Maar we hebben wel gewoon een hele slimme campagne gevoerd. En we zijn gewoon echt deur aan deur. We hadden ongelooflijk veel vrijwilligers. En je merkt ook dat mensen gewoon iets anders willen. Klimaatverandering is een feit, men wil meer ruimte, groen. Dat zijn allemaal thema's die gewoon natuurlijk ons aan het hart liggen en die gewoon van ons zijn. Dit staat er natuurlijk niet voor niks, hè? Dit is voor jou, hè? De draaiorgel in de Herenstraat is natuurlijk vanwege het succes van jou en de partij. Bedankt, jongens, hè? Geweldig. Ja. Heel mooi, nee, het is... Ik heb iets opgeschreven, hou jij mijn handschoenen vast? Ja. Deze ook. Af en toe heb ik jou hem vast, hè, maar is ook goed. Vanwege het weer. Nee, prima. Nee, want ik heb namelijk iets opgeschreven, die vond ik namelijk heel erg mooi. Ja. Even kijken waar die staat. Oh, hier staat hij. Want de vrijheid om je leven zelf vorm te geven is een prachtige waarde die we moeten koesteren. Ja. Is die van jou? Ja, ik heb hem ergens gezien. Ja. Ik zou liggen als ik zeggen, die heb ik bedacht. Nee, ik heb hem ergens gezien, dacht ik, dit vind ik heel belangrijk. Ja. Vrijheid is iets wat niet vanzelfsprekend is. Nee, zeker. In Nederland wel. Nog steeds niet, hè? Nee, nog steeds niet. Nog lang niet. Nog steeds worden over de hele wereld, maar ook in Nederland zijn mensen soms beperkt in hun vrijheid. En ik vind dat echt een belangrijk goed die we moeten koesteren met elkaar. Ja. Ja. Vrijheid is het mooiste wat er is. Als je geen vrijheid hebt, dan ben je beperkt. Dan, Heb jij dat zelf ooit ondervonden, Glimina? Ja, waar? Ja. Ik kom natuurlijk uit 2 culturen. Ja. En dan is het ook heel lastig voor mijn ouders die ergens anders vandaan komen. En die moeten natuurlijk gaan wennen in een nieuwe omgeving. Zowel jouw vader als jouw moeder is Marokkaans. Klopt. Ja. 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 En ik ben hier geboren in Hoogezand-Sappemeer. Ja.
En je woont nou in Hoogkerk. Ja. Ik heb wel iets met de haan. Ja, je hebt wel iets met de haan. Nee, maar je bent er ook heel eerlijk in geweest, hè? Je hebt gezegd van, mijn vader is gastarbeider. Klopt. En mijn moeder kan nog lezen, nog schrijven. Ja. Hè? Ja. Ja. Ja, het is, ja, ik vind je moet nooit je afkomst verloochenen. Nee. Ik ben ook trots op wat ze bereikt hebben. Ik ben ook trots dat ze gevochten hebben om ons zo ver te krijgen. En daarom vind ik het ook belangrijk dat we ook stilstaan. Ook in Nederland. Hier in Groningen, 16.000 mensen hebben een taalachterstand. Ja. Dus dan is er toch werk aan de winkel. Ja. Hey. Moeten we met elkaar zorgen dat we dat gaan aanpakken. En dat je ook niet vanzelf... Vaak gaat het gepaard met schaamte. Heel veel mensen durven niet eens te zeggen dat ze niet kunnen lezen. Heb jij geen probleem mee? Om dat te zeggen, ja, dat je moeder... Nou ja, ik werk natuurlijk heel lang in de hulpverlening gewerkt. Je bent ook maatschappelijk werkster natuurlijk daarna, wat je doet. Daarnaast, ja. Ja. En dan is het heel simpel om te zeggen tegen mensen, hier vul een formulier in. Maar we vragen nooit van of iemand in staat is om dat in te kunnen vullen. Nee. Het is zo moeilijk om dat te zeggen. En dan helpt het soms als je die persoon vraagt, lukt het, kan ik je helpen? Of dat je het bespreekbaar maakt. Wij moeten natuurlijk wel even stilstaan bij onze cameraman Jacob de Vries. Ja, ik zie het. Harde werkers. En Jan Visser in de sneeuw. Ongelooflijk, maar waar. We nemen het namelijk op dinsdag op. Ja. Vlak na drieën. Dus ik weet niet wat voor weer het verder wordt. Maar dan weet iedereen die donderdag ziet. Dit is toch hemels? Ja, dit zei jij. Ja, want jij zei het ook. Ik zei, daar kom je nog. Toen zei je, ja zeker, want we hebben sneeuw bij. Mooi kan niet. Ja, mooier kan niet. Goh. Nee. En wat is de rol geweest van Ineke van Gent? Ineke van Gent? Ja. Formateur. Echt, sorry, ik haal ze allemaal door. Nee, Ineke was? Informateur. Ja. Ja. Heeft ze dat goed gedaan? Ja, geweldig. Ja? Ja. Ik vind echt dat ze het geweldig heeft gedaan. Ja, waarom? Nou, ik vond het heel belangrijk dat iedereen meegenomen werd en dat iedereen ook gewoon gesproken is. Dat heeft ze goed gedaan. En ik kreeg ook terug van de andere partijen, ook oppositiepartijen, dat ze het gevoel hadden dat er naar ze geluisterd werd. Ja. Nou, dat is toch mooi? Ja, zij kan dat gewoon mooi met haar humor. Ik ben heel, heel content met hoe ze het heeft gedaan. Van Ineke, louter euforie bijna, maar ook natuurlijk weer de kritische kant. Zeg van ja, GroenLinks, onderneming ook. De ondernemers zeggen van ja, GroenLinks als grootste partij. Ja. Zo failliete stad, wat al over gesproken. Moeten ondernemers zich zorgen maken? Ja. Nou, bij sommige mensen is er een beetje angst. Hè? Van, zoals krijgen we allemaal een verbod op dit of dat mag niet. Hè? Ja, dat is er gewoon. Ja. En weet je, daar luister ook naar. Natuurlijk moeten ze zich niet zorgen maken. Maar we zullen uiteraard natuurlijk wel afspraken gaan maken. Hoe je het met elkaar zou willen gaan doen. En er zijn ook heel veel mooie stappen gezet. Ook door de vorige wethouder. Wethouder Economie. Ja. En, ik vind, noem even zijn naam. Joost van Keulen. Precies. Dat mag best wel genoemd worden. VVD. VVD. Ja. En ik vind dat je moet altijd gaan kijken naar wat is er goed gegaan. En dat hou je vast. En waarvan je denkt van nou dat zou nog wel eens beter kunnen. Daar ga je naar kijken. Hey, Glimine, je hebt er niet echt antwoord nog op gegeven. Maar ik moet jou de vraag toch stellen. Ja. Hoe groot is jouw aandeel geweest in deze geweldige overwinning? Is dat het nieuwe gezicht? Er moet toch iets zijn? Ja. Is het vertrouwen, de rust die jou uitstraalt? Wat denk jij zelf? Ja ik vind hem. Ik schrok ook wel toen ik zag dat ze iets 9000 nog wat. Ja, bijna 10. Ja. Bijna 10. 98, 98, 87 of zo. Oh, jij weet het nog beter. Ja, nee, ik heb het in mijn hoofd. Ja. Ik weet niet wat het is. Het zal natuurlijk ook wel wat aan hoe ik het doe. En ik heb ook steeds. Ik ben wel van het eerlijke verhaal. Ik vind ook dat je doet wat je zegt. Hè? Ja. Je zegt wat je doet. Daar gewoon heel eerlijk in bent. En geen no-nonsense. En misschien raakt dat mensen. En ik heb natuurlijk mijn historie in de hulpverlening. Ja. Heel veel mensen kennen mij. Je weet ook wel hoe ik in elkaar steekt. Maar dat is een fractie van. Ik heb het gedaan met een geweldige team. Met een heleboel mensen. En we hadden ook natuurlijk gewoon het tij mee. Ja. De tijd ook mee. En alles viel gewoon in elkaar. Ja. Heeft GroenLinks de mensen ervoor? Heeft GroenLinks capabele mensen genoeg om in te vullen wat er straks moet gebeuren in het college? Want naast jou. De achterban is natuurlijk superbelangrijk. Ja, nee, we hebben ontzettend veel mensen. Oh, ontzettend zelfs. Ja, echt waar. Nee, echt, we zijn gigantisch gegroeid. Ja? En je zag het ook aan, we hebben een zaterdag gehad waarin we met meer dan 100 mensen op pad gingen. Ja. Dat 4 jaar geleden? Nou, was het wel even anders, hoor. Precies, ja, nee. Was het wel even anders. Ja, maar het is wel snel gegaan.
Ja, het is heel snag. En we zijn er ons ook van bewust dat je er ook alles aan moet doen om de mensen vast te houden. Ja, dat is lastig. En dat is nog een uitdaging. Ja. Hè? Kijk, dat je nu voorkeur hebt gekregen, is geen garantie dat je over 4 jaar, over 3,5 jaar daar nog een keer staat. Dus je moet er echt alles aan doen om de mensen ook vast te houden en enthousiast te blijven houden. Ja. Dus jullie dat is een uitdaging. Nee, maar dat is het namelijk ook. Ik ben net snel gegaan, maar het kan ook heel weer snel weer terug. Precies, want jullie hebben natuurlijk ook een periode gehad dat het helemaal niet goed ging met de partij. Maar, heel slecht zelfs. Precies. Dus weet je, dat zorgt er ook voor dat je niet naast je schoenen gaat staan. Nee. Weet je, het zorgt er ook voor dat je met beide voetjes op de grond blijft. En dat je kijkt naar wat er moet gaan gebeuren. En grote woorden, of zul je van mij niet horen? Ik heb allemaal dingen opgeschreven die ik helemaal niet heb. Ik heb helemaal niet geloofd. Want ik heb het eigenlijk alleen maar opgeschreven vanwege die spreuk. Omdat ik die zo mooi vond, weet je wel. Ja. De Marokkaanse Femke Halsema van Grun. Ja. Dat is ook wel mooi, Jacob, of niet? Jan? De Femke Halsema van Grun. Ja, ik vind hem heel leuk. Ja, ik vind hem eigenlijk ook. Nee, de Marokkaanse. De Marokkaanse Femke Halsema. De Marokkaanse, ja. Nou ja, het zijn gigantische schoenen om op te vullen. Ja. Weet je, wat ik wel leuk vind, is door Femke Halsema ben ik wel geïnteresseerd geraakt in de politiek. Ja, hè? Dus ergens denk ik van, dan is de cirkel ook weer rond. Ja, maar ik wou jou daar juist uit laten kiezen en zo. Ja. Een beetje lastige keuze natuurlijk. Femke Halsema of Ineke van Grens. Oh! Kun je eruit kiezen? Oh, dat is wel een hele lastige. Ja. Ja. Maar als jij nou echt, jij staat ervoor, hè? Ja. En jij denkt bij jezelf, ik moet een keuze maken. Ik moet een keuze Femke maken. Halsema of Ineke van Gent, waar ga je dan voor? Nou ja, nee, alleen een naam. Een naam, dan ga ik voor Ineke van Gent. Ineke van Gent, dat doet mij goed, dat doet iedereen gewoon, dat doet ons deugd als Grunnikers. Ja. Want Ineke, hoe het ook wel of keert, is in GroenLinks gewoon niet weg te kijken. Nee. Hoort erbij en blijft erbij, dus nu burgemeester van Schier en Femke van Amsterdam. En toch kies jij voor Ineke van Gent. Omdat ik Ineke ken en Femke heb ik nooit mogen ontmoeten. Precies. Wie weet. Jij gaat voor Femke, jij gaat voor Ineke. Ik ga voor Ineke. Jij gaat die kant op en je weet, Jacob en Jan, wij blijven jou volgen. Ja. Die kant dankjewel. Op. Dankjewel. Ja. Was mooi. In de sneeuw. Gamina. Glimina Chacon. Alleen de naam is al een uitdaging.